Junkie met Yvette Maassen op jouw stadsradio. Pak de koffie erbij, we gaan zo beginnen. Ik zit hier vandaag niet in mijn eentje, gelukkig. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik zet ook even het geluid aan, dan hoort iedereen u ook. Dat is ook altijd wel handig, toch? Zo is het. Vind je het mooi, Tim Dan? Ja, ik vind het heerlijk. En ik vind het leuk inderdaad om te horen en dat het zo gaat. Hoe is het met jouw carrière verder gegaan? Ik zit nu hier en ik mag andermans liedjes draaien. Dat, dat vind ik ook heel erg mooi. Dat is ook een dingetje, ja. Iets minder van mijn eigen muziek, iets meer andermans muziek. Ja, gewoon NN. Ja, precies. Richard Lamp, bent trendstrateeg. Ja. En we hebben natuurlijk net ook al over oud en nieuw gehad. Hoe was uw eigen jaarwisseling? Nou ja, kijk, wij hebben 4 kinderen. En die waren allemaal thuis, noem ik het maar. Dus dan ben je al snel met z'n 6 natuurlijk. Dus het was eigenlijk een heel gezellig huishouden, noem ik het maar. Huishoudenfeest. En wij hebben echt serieus de kerst en oud en nieuw gewoon helemaal in elkaar over laten lopen. Gewoon echt iets van anderhalve week is een soort feestje geweest bij ons. Oh, wat leuk. Oliebollen bakken en dat soort dingen. En eindeloos gedoe. Dus ja, nu eindelijk is iedereen natuurlijk weer of naar school of naar opleiding, dat ze allemaal online moeten. Hè. Dus het is nog druk bij ons thuis. En die zitten thuis, dus allemaal achter de laptop achter met elkaar. En ik ben de ICT-man natuurlijk in huis, dus ik moet er alle verbindingen regelen. En dan rent er weer naar beneden van mijn videoverbinding is weg. Of wat Zoom moet ik nu werkt doen? Niet, teamwerks niet. Daarom. Maar ik denk dat ik hoor nu niks, dus volgens mij gaat het allemaal goed thuis. Dus als het misgaat, dan krijgt u nog een telefoontje tussendoor. Ja, dat tussendoor. Zit er al in, ja. En hoe gaat dat op zich bij? Want de scholen zijn weer begonnen natuurlijk sinds gisteren. Ja. Online. Online. En 2 zitten op de universiteiten. En eentje op mbo en eentje op middelbare school. En dan zie je met name bij de middelbare school dat ze natuurlijk een beetje erop moeten zitten. Ja. Dat al die leerlingen echt actief blijven. Dat ze op tijd aanwezig zijn. Normaal gesproken moet je briefje halen natuurlijk bij de Weet jij vast nog wel van vroeger. Ja, helaas wel. Ja. Ja. Maar nu gaan ze gewoon bellen naar de ouders. Je kind is er nog niet. Komt hij of zij er al aan? Of hoe gaat dat? Dus dan zijn ze dus moet je zelf een briefje gaan schrijven. Ja, nou, daarom inderdaad. En dan gewoon digitaal. Daar zijn ze zo handig mee. Dat komt echt wel goed. Dus nu moet je ook nog op deuren kloppen van... zit je wel achter je schermpje? Ja, ik zeg, ik ga zo meteen naar Den Haag FM. Zit iedereen alweer startklaar, dan kan ik rustig weg. Ja, gelukkig maar. Ja. Nou, we gaan eerst nog eventjes naar muziek luisteren. Daarna gaan we meer praten over trends. Ja, en misschien heeft dat ook wel te maken met wat we allemaal digitaal aan het doen zijn. Zeker. Daar heb ik zelfs wel zo'n gevoel moeten. Start je werkdag met Den Haag FM. Dit is Haagbakkie met Yvette Maassen. Ik had het net al eventjes met over. Richard Lamp zit hier, trendstrateeg. Wij hadden het net ook al oud en nieuw, hoe dat gevierd werd. De drukte in huis met de kinderen. Maar er zijn natuurlijk allemaal trends die er aangekomen die dit jaar gaan gebeuren. Daar weet je alles van. Ja. Ik begon ook al even kort in ons voorgesprek. Je zei Duindorp, dat is ook wel een ding wat ik eigenlijk even nog aan wil halen. Ik vind het heel. Ik moet je vertellen, want ik ben vroeger geboren op de Vermierenstraat in Den Haag. Ja. En dan als jong ventje ben je gewoon in die oorlog, zal ik maar zeggen. Ja. Dat is echt kerstbomen, rozen en weet ik wat allemaal. Ja. En dat is nog redelijk beschaafd, wat ik zo hoor van andere wijken. Maar als je in Duindorp ziet wat er dit jaar gebeurt, is het eigenlijk heel goed gegaan. En ik ben heel benieuwd hoe dat in de gemeenteraad straks besproken gaat worden morgen. Ja. Maar je ziet natuurlijk hoe de vreugdevuren waren en de enorme stapels. Nou, dat wil je in feite niet meer meemaken met al die brandproblemen daarbij. Maar als je nou dit jaar had gezegd, we doen helemaal niks meer en je mag niks en je moet thuis blijven en dit en dat, wat in principe ook normaal is, hè, voor heel Nederland zoals het afgesproken is, dan was het gewoon een enorme puinhoop geworden. En nu heb je een soort van ventieltje opengezet, zeg maar, van nou, hier mag je wel doen. Het is ontzettend moeilijk uit te leggen voor de buitenwereld, maar de veiligheidsdriehoek, hè, met de burgemeester, politie en dergelijke, en de officier, die hebben natuurlijk wel zoiets. Ja, wat moet je hiermee? En dan is dit eigenlijk dan de beste oplossing. Zo tussen aanhalingstekens doe ik voor de meekijkers. Ja. Maar je moet wat. En natuurlijk ga je nu allemaal politiek gedoe krijgen hier achteraan. Dat ze, dat kan niet, een slecht voorbeeld voor de anderen. Dat is helemaal waar. Ja. Maar zeg het maar, hoe zou je het dan anders doen? Je kan niet zeggen tegen iedereen, ga maar thuis zitten en je mag absoluut niks. En we zetten iedereen in de gevangenis, zal ik maar zeggen. Dat is een gekkigheid. Dan wordt het echt een rotzootje in de stad. Dus eigenlijk is het best wel goed opgelost. Natuurlijk moet je dit dan nog weer verder langzaam uitdempen voor de komende jaren. Ja. Maar de mensen willen wel feestjes hebben, hè, de komende maanden ook. We zitten nu in die vaccinatietijd. Tenminste, we zitten nog helemaal nergens in, maar we gaan bijna beginnen. Bijna beginnen. En dat heeft Hugo de Jonge ook heel goed aangekondigd, hè, want die gaat natuurlijk in de Tweede Kamer gesloopt worden waarschijnlijk. Uh-huh.
En ja, die moet dan een goed verhaal hebben van, joh, we zijn begonnen en rustig aan mensen. Maar je ziet nu dat we tot en met augustus en waarschijnlijk nog wat langer met het vaccineren bezig zijn. Daarna moet je maar afwachten hoe dat dan precies aanslaat, zou ik maar zeggen. Van hoeveel maanden ben je dan immuun en moet je misschien volgend jaar weer of al eerder? Of... Maar dat feestje, dat komt er dus, daar kijken eraan. We allemaal naar uit, toch? Dat ik wel in ieder geval. En we willen sowieso daar mee bezig kunnen zijn. Ik zie al allerlei dingetjes op internet ontstaan hier, dat je kan voor inschrijven. Dan is nog niet eens een datum geprikt, maar straks in het voorjaar of in de zomer, dan is het, de situatie goed met het virus. En dan zou er iets kunnen plaatsvinden. Nou, op allerlei verschillende plekken. En daar hebben we wel behoefte aan natuurlijk. En we zien nu eigenlijk, want we hebben nu deze winterweken nog eventjes. Zeker, ja. Daar praat ik wel erg makkelijk over, maar dat gaat waarschijnlijk wel tot maart duren, denk ik. Ja, het is al goed koud. Ja, het is koud en door die koude lucht en blijft dat virus ook makkelijker hangen en zo. Dus dan gaan er meer mensen geïnfecteerd worden. Dus de lockdown kan best wel... Ik heb nu al bekendgemaakt, ik ben niet de baas, maar ik heb wel gezien, zeg maar, dat die lockdown van nu, van wat is het, 19 januari... Ja. Dat die waarschijnlijk met een paar weken verlengd gaat worden. Want in Duitsland is het Duitsland al gebeurd al, ja. En in Nederland ook. Dus ja, dat is geen leuk nieuws, maar moeten we misschien wel rekening mee houden en kijken hoe we daar dan zelf het beste van kunnen maken. Want het leven gaat wel door ondertussen. Ja, en die feestjes, die gaan er dus aankomen. Ja. Je zei ook al, van, misschien komt er zelfs misschien een landelijk groot feest om het met z'n allen te vieren. Nou ja, inderdaad. En het leukste of het mooiste zou zijn, als je bijvoorbeeld iets met Bevrijdingsdag, of misschien is dat net iets te vroeg, of daar iets, of dat je iets in de zomer gaat doen, of dat je een afgeleide van Lowlands-achtig festival probeert te doen. Maar dan ben je al zover met het vaccineren, dat moet kunnen. Want nu, de komende maanden, zo, wij zitten met de Smart Distance Lab, en dan kijken we dus welke evenementen kan je op welke manier inregelen. Kunnen mensen erheen als ze getest zijn, en nou, wat is er allemaal handig te doen. De komende maanden zijn mensen nog aan het vaccineren, dus ze zijn niet beschermd nog. Als je dan dus naar een concert of maar naar het ADO-stadion zou willen, dan moet je dus een test van tevoren doen. En ook soms nog daarna. Bij de ingang en daarna inderdaad. Dus dat wordt niet echt spontaan, weet je wel. We gaan even een feestje bouwen en nee, binnen moet je eigenlijk... Nee, een hele planning. Ja, daarom dat je denkt van ja, is dit wel het feestje wat we aan het zoeken zijn met z'n allen? En over carnaval hebben we het helemaal niet natuurlijk, want dat kan echt niet dit jaar. En, nee. Ik kan me herinneren dat we vorig jaar met z'n allen zoiets hadden van, wat raar eigenlijk dat de carnaval doorgaat. Want toen was het bekend dat het virus er was. En toen durfden ze dat gewoon niet te stoppen, met name in Brabant en Limburg natuurlijk. Want als je het dan vlak van tevoren had gezegd van, hey, gaan we niet doen, ja, ik weet niet wat je dan over je heen had gehaald. Dan denk ik dat het bier alsnog rijkelijk inderdaad was gevloeid. Ja, dat is best wel een dingetje. Maar als je nou naar zo'n feest gaat, je zei al testen van tevoren, testen daarna. Dat levert denk ik ook nog wel misschien wat wrijving op. Ja, dat is heel lastig, want laten we eerlijk zijn, als je naar een voetbalwedstrijd gaat, dan zijn er gewoon beschaafde, rustige mensen. Maar er zijn ook mensen die echt emotioneel worden, hè, van de wedstrijd bijvoorbeeld, die op dat moment gaande is. En dan kan je niet verwachten dat mensen... Dat ze niet meezingen. Ja, niet meezingen, of elkaar klappen op de schouder, of erger geven. Ja. En daar kan je niet gaan regelen. Dus dan zeg je als overheid ook, maar ja, doe dan nog maar even niet. Maar ja, je snapt, de sponsors en zo, die hebben gewoon het publiek keihard nodig. Ja. Want anders dan gaan die clubs allemaal kapot. Dus dat is een hele lastige afweging. Maar als je nu heel reëel bent, om maar even moed ook te geven, of hoop voor de luisteraars. We zijn eigenlijk nu een soort probeerjaar in 2021. Mm-hmm. En volgend jaar, dan zou het toch echt helemaal los moeten gaan. Maar ja, 2022, dat is nog wel een beetje weg, te onzeker, natuurlijk. Ja. Maar als je dit ziet, en we gaan nu met z'n allen leren eigenlijk van hoe kunnen we nou op een soort van beheerste manier een feestje bouwen. Of al heel simpel gewoon met z'n allen in de horeca zitten. Want dat kan natuurlijk wel. Hè. Als je goede afspraken maakt met restaurants en je ventilatie is goed, dan kan je dat op zich best wel. Alleen als je een verkeerd signaal geeft nu van, ja, ga maar lekker allemaal, weet ik veel, bij een hamburgertent zitten en laat die lucht er maar doorheen stromen, dan krijg je binnen de kortste keren dat er iemand, hè, als er maar één persoon die er ziek wordt, mm-hmm, en anderen aansteekt, dan moet het hele zaakje wel weer dicht. En dat weet ik ook niet. Dus je zal zien dat de overheid heel erg voorzichtig gaat zijn de komende weken en maanden. En dat is eigenlijk voor ons allemaal hartstikke lastig en bijna niet uit te leggen. Want we kennen natuurlijk steeds meer mensen die niet ziek geworden zijn. Hè. Heel veel mensen leven gewoon door. Mm-hmm. En die hebben er helemaal geen last van gehad. Maar ja, het virus is er wel, dus het risico blijft er nog steeds. En voor het virus maakt het niet uit of het nou kerst is geweest of dat het nieuwjaar is geworden. Dat gaat gewoon, hè, dat stormt maar door als het ware. En dat is, en om dat uit te leggen aan de mensen de hele tijd, vanuit Diederik Gommers en andere mensen. Van, ja, je moet eindeloos herhalen. Maar hij is nu beloond daarvoor, ook voor het wetenschappelijk meedenken. Maar dat is best wel lastig, want als je 6 keer dezelfde boodschap herhaalt, dat komt niet meer aan bij de mensen natuurlijk. En wat zijn... Wat zijn de dingen die in 2021 dan
echt de onderwerpen zijn waar we het grootst over gaan hebben. Ja, nou je ziet in ieder geval dat de privacy van de mensen. Want, met vaccineren bijvoorbeeld, daar, als je gaat. Je krijgt een brief op een gegeven moment. Dan krijg je kan je gaan bellen van nou, ik wil me laten vaccineren. Dan vragen ze als een van de eerste dingen: vindt u het goed dat we uw gegevens in het systeem zetten? Ja. Want het is handig, want je moet 2 keer gevaccineerd worden. En dan weten ze dat je al 1 keer geweest bent. En dat je de 2e keer ook al geweest bent of nog moet komen. Ja. Kortom, je zit in die database. Wat op zich heel normaal en heel praktisch is, want anders weet je niet hoe het ervoor staat. Dus er is een soort spanning tussen transparantie die de overheid nodig heeft en de privacy die wij als mensen gewoon allemaal willen hebben. Ja. En die transparantie, dat merk ik nu al, dat is echt een onderwerp aan het worden. Bijvoorbeeld ook bij de UWV, hè, daar is gisteren natuurlijk bekend geworden van ja, er zitten heel veel gegevens in die database van werkende mensen of werkzoekende mensen. En die eigenlijk niet meer daarin hoort te zitten volgens de wetgeving, volgens de privacywetgeving. Dus dat moet veranderd worden. Daar is eigenlijk een hele bak geld voor nodig om een nieuw ICT-systeem te bouwen. Nou, dan moeten ze daar maar op gaan lossen. Maar dan zie je nu wel dat het daardoor, en eigenlijk dus door corona, dat soort dingen actueler worden. Want medische informatie verzamelen, dat ligt natuurlijk ontzettend gevoelig. Ik weet dat als je ergens naar binnen loopt en je laat je temperatuur meten met zo'n tablet, dan mag jij dat zelf aflezen, maar mag niemand met jou meekijken van wat de temperatuur is die daar in beeld komt. En het mag al helemaal niet zo zijn dat je baas bijvoorbeeld zegt van, hé, je hebt verhoging, ga maar naar thuis werken. Ja, dan moet je zelf beslissen als persoon. Dus daar zitten eigenlijk nog best wel veel momenten waarvan je denkt, nou, daar gaat misschien hier iets verder op het Binnenhof nog wel veel over gepraat worden. Ik verwacht dat er, en misschien zelfs, want je hebt coronawet natuurlijk, en dan kan je tijdelijke maatregelen afspreken, dat je misschien zelfs qua privacy toch een, dat is heel vervelend hoor, want het hoort helemaal niet in ons democratisch land, maar dat je toch zegt van ja, we moeten die medische gegevens apart zien van alle andere privacygegevens, en we moeten toch maar dat allemaal gaan vastleggen. Want ja, als je een vaccin krijgt en je wil een vaccinatiebewijs of een appje of iets gekoppeld aan je ID-kaart hebben, dat kan nu ook, een chipje. Dat lost wel een heleboel praktische problemen op. Alleen ja, dan lever je dus een stukje privacy aan. Maar aan de andere kant, als je nu naar Amerika wil vliegen straks, nu kan helemaal niet, maar over een paar maanden gaan ze natuurlijk als eerste ook zeggen, ben je getest? Ben je gevaccineerd? En die zijn nog veel harder. Ja, veel harder als je daar naar binnen wil komen. Inderdaad. Dus zeker feestjes, als het kort gezegd feestjes, hopelijk komen ze eraan, maar er wordt in ieder geval mee getest. Ja, inderdaad, er wordt mee getest. En er zijn allerlei andere varianten ook. Er wordt ook gekeken, hoe gaat dat in supermarkten en dat soort dingen. Maar met name de feestjes noem ik het maar. Maar dan heb je dus de huisfeestjes en ook de grotere feesten. Mm-hmm. Dat ze daar met z'n allen heel hard aan het zoeken zijn, hoe kan je dat gaan invullen. En wat dat betreft is het heel onzeker voor veel mensen natuurlijk. Van, ja, ga jij je werk ooit wel houden? Of mag je weer gewoon echt op je werk komen zoals het was? Ik hoor nu al van heel veel mensen die bij een bank werken of een ander kantoorbaantje hebben, dat ze helemaal niet meer op kantoor hoeven te komen werken de komende jaren. Maar dat ze gewoon alles thuis moeten gaan doen. Nou, dat is ook een beetje lastig. Ja, het wordt dus echt een beetje, je zei het al, een testjaar. Een testjaar voor volgend jaar. Testjaar 2021. En we hebben trouwens op trends2021.nl, daar hebben we gewoon alles staan, zeg maar. Dus als je echt geen leven hebt, dan kun je er nog Even nakijken wat de trends inderdaad zijn. Zo is het. Richard Lamp, trendstratege. Ja. Heel erg bedankt. Ja. En hopelijk op een mooi jaar met veel testen, maar toch ook Ik hoop het ook. En dat iedereen zijn verstand blijft gebruiken, maar toch ook af en toe de grens een beetje opzoekt om een beetje het land in beweging te krijgen. Ja, ik hoop het ook. Dankjewel.